Hallo, hallo, wat kijk je toch weer vrolijk? Wat is er aan de hand? Oh, hij heeft vast in zijn broek gepoept, anders zou hij niet zo grijnzen. Nou, ik denk niet dat hij echt in de broek gedaan heeft, want anders zouden wij het ook wel ruiken. Oh ja, en ik ruik eigenlijk alleen maar die zweetvoeten en die rare oksels. Ja, en een klein beetje die neus toch ook wel, en die oren en die rotte bek van hem. Maar kan die niks aan doen hoor? Nee, ja, dat is gewoon ouderdom, dat is aftakeling, dat komt met gebreken en dat houdt niet op, dat wordt alleen maar erger. Dus laten we voor het volgend jaar gaan sparen voor neusdoekjes en ook wel misschien oordopjes. Ja, want hij gaat natuurlijk ook steeds harder piepen bij het ademen zolang die blijft roken. Wat zijn jullie weer aardig voor mij? Ik vind dat helemaal niet aardig. Nee, absoluut niet aardig. Jullie zijn zo gemeen soms dat ik denk, houden jullie nog wel een beetje van mij? Oh, je wel hoort, best wel, best wel, best wel. Echt wel. Nou, zullen we zeggen, was zich liebt, das neckt sich. Daar moeten we het maar mee doen, geloof ik. Maar het is vandaag wel weer even reden tot feestviering en vreugde alom in de tent. Want het is zojuist dat ik even in de YouTube desktop omgeving zat te knoeien met wat verkeerd opgeladen filmpjestitels. En de filmpjes waren wel goed, maar de titels waren niet goed. Had ik vergeten. Een kleine stukje Embed had ik vergeten te vervangen door de ingeklipte tekst Morrowind Azura Stutch. Dus dat moest ik even aanpassen. En voordat ik dat gevonden had, was ik ook weer een half uur verder. Want het is niet echt de meest intuïtieve interface van die visuele. De Visual Studio kan ik nog niet in, maar die andere wel. Customized Channel. En dan kreeg ik dan wel erbovenin ergens een of andere op knopje nog ergens. Heel vaag, bijna niet te zien. Update video's of zoiets. Zoiets. Lekker opgedrukt. Op een gegeven moment eindelijk een lijst met die vertrouwde edit opties erin. En zo die drop-down box. En daar zag ik ineens totaal aantal video's op dit kanaal 503. Nu heb ik er vanmiddag 4 omhoog geladen. Dus als ik dat niet had gedaan, had ik er nog. Hadden er nu 499 op gestaan. En dan was dit filmpje, als ik dat dan als eerste had upgeload, omhoog geladen, ja, dan omhoog gestuurd, dan had dit de 500ste geweest. En dan waren die andere 501 tot en met 504 geworden. Dus laten we maar gewoon doen alsof dat zo gebeurd is. En nu dan dus vieren dat wij van 500ste video op YouTube. Ah, oh, jeetje, wat veel, wat veel. En allemaal gaat het helemaal nergens over, maar het is toch wel grappig. Nou, gaat ook af en toe een klein beetje wel ergens over. Ja, maar dan is het allemaal weer zo zwaar en abstract dat niemand er wat aan hebt. Ja, maar dat maakt toch helemaal niet uit, misschien over 25 jaar. Ja, maar dan zijn we er toch niet meer. Dat weet je niet. Maar anderen misschien wel. Ja, maar dan, als wij er niet meer zijn, dan gaat het kanaal toch ook weg? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat weet eigenlijk niemand. Zolang ze niet weten bij Google dat je dood bent, gaat je kanaal gewoon blijven. Tenminste, nog wel, denk ik. Maar ik weet het ook niet. Maar dan moet ik het gewoon. Ja, dat moet dan op een gegeven moment ook maar geregeld worden dat iemand dat overneemt, een erfgenaam of zo. Oh jee. Krijgen we ineens allemaal poppenfilmpjes van mijn nichtjes erop of zo? Nee, zo zal dat niet lopen. Ik weet niet hoe dat gaat met dit soort dingen in. Maar laten we ook daar niet al te veel over gaan prakkeniseren.
Want dit is de 500ste, ook al is dit de 504e, maar dit is de 500ste officieel, vandaar dus ook de naam 500. Vaarwel, tot later en tot een volgende keer ook. Bye! Yeah! Party time, let's celebrate! Party time, oh oh yeah! Party time, let's have fun! Party time in rain or sun! Hey! 500 videos on YouTube, this channel. Yes, okay, right, yes. Bye!